vandaag ga ik het hebben over een van de bekendste en best verkochte wapens in Crossman, namelijk de Crossman 1077. En dat is een CO2-bux. Dat wil zeggen dat je dus bij deze bux niet een loop hoeft te breken om een veer te spannen, maar dat hij zijn druk uit een externe bron haalt, namelijk een 12 gram CO2-patroon. Ik zal laten zien hoe het werkt. Aan de voorzijde onder de loop zit een dop en door deze los te draaien, haal je het pin eruit. Het CO2-patroon gaat aan de voorzijde in het wapen en vervolgens draai je deze weer strak, waardoor die het CO2-patroon tegen een ventiel aandrukt, die dan ook een gaatje in het CO2-patroon prikt, waardoor je dus druk hebt. Wat altijd heel erg belangrijk is met CO2-buxen, is dat tijdens het moment dat het tuitje contact maakt met het ventiel, prikt hij er een gaatje in en dan ontsnapt er altijd een klein beetje CO2. Hierdoor bevriezen de O-ringetjes en kunnen die dus gaan slijten, waardoor je uiteindelijk dus lekkage krijgt. Wat ik zelf altijd doe, is even een drupje olie op het tuitje. Vaseline werkt op zich ook prima. Die gaat er dus aan de voorzijde, gaat die erin. En de knop die gaat er weer op en die sluit het CO2-patroon op. Deze draai je vast en dan op een gegeven moment hoor je dat er wat lucht ontsnapt. En weet je dus dat je eenmaal druk hebt. Die heeft druk. Nou, zoals ik al zei, is dit een CO2-bux. En wat wel heel erg leuk is, is dat het een semi-automatische CO2-bux is. Dat wil zeggen dat iedere keer als je de trekker overhaalt, dat er dan een schot volgt. Het is een 12 schot CO2-geweer. En dat wil zeggen dat je een magazijntje hebt. Dit is het magazijnhouder. En je hebt het magazijntje. Dit is een 12 schot revolver magazijntje. Die zet je in de houder. En vervolgens haal je het pennetje naar achteren. En dan zit hij gelokt en kan hij dus iedere keer na elk schot, als je de trekker losdraait, draait hij een stukje, waardoor het volgende kogeltje weer recht voor de loop zit. Je gaat er aan de onderzijde, gaat hij erin. Nou, de totale lengte van deze bux is 94 centimeter met een totaal gewicht van 1,5 kilo. Dus hij is vrij licht, hij heeft er ook een kunststofkolf. Het is niet echt een bux voor de hele lange afstand om precies te schieten. Ik denk dat je echt zuiver kunt schieten een 15 tot 20 meter. Hij heeft een mondingssnelheid van ongeveer 190 meter per seconde. Wat wel deze bux echt heel erg populair maakt en wat het leuke eraan is, omdat het een semi-automatisch is, dat je bijvoorbeeld 12 doeltjes op een rij kan zetten en dat je die zo snel mogelijk, zo snel als jij de trekker over kan halen, kan omschieten. Ik zal laten zien, hij is dus nu geladen, het magazijn is geplaatst, een CO2-patroon zit in de loop. Er zit een veiligheidspaal zit voor de trekkerbeugel. Als ik hem nu vanaf de linkerzijde indruk, dan staat hij op safe. En vanaf de andere kant indrukken, dan is hij van zijn veiligheid af. Dat kan je heel erg goed herkennen, omdat er aan, als hij op klaar voor vuren staat, dan zie je een rood puntje en weet je, rood is gevaar, dus is hij schietklaar. Nou, hij is geladen. Ik zal hem even leeg schieten. Twaalf keer geschoten. Het magazijn is nou leeg. Je haalt de houder er weer uit. Vervolgens kan je hem zo laden door hier iedere keer een kogeltje in te doen. Maar het is vaak makkelijker om het magazijntje eruit te halen. Deze magazijntjes zijn eventueel ook los te verkrijgen, dus dan kan je weer wat sneller herladen. Hij kan ongeveer een 40 tot 45 schoten goed zuiver schieten met één CO2-patroon erin. En daarna zul je merken dat de druk op een gegeven moment daalt. Wat ook kan gebeuren is als je CO2-patroon bijna leeg is, dat er op een gegeven moment een kogeltje vast komt te zitten tussen het magazijn en het begin van de loop. Waardoor je dus het magazijn er heel slecht weer uit kan krijgen. Daarvoor, er zit hier aan de bovenkant zit een palletje. Als je deze nu van twee kanten naar onderen drukt en naar voren schuift, dan schuif je het binnenste gedeelte van de loop schuif je naar voren, waardoor je dan als er een kogeltje al vast komt te zitten, het magazijn er heel makkelijk uit kan halen. En dus weer vervolgens een nieuw CO2-patroon erin kan doen. Het is wel altijd raadzaam om het CO2-patroon ook echt leeg te schieten, omdat als ik hem nu los zou draaien, ik heb hem ook met 12 keer geschoten, dus er zit veel CO2 nog in, dan zal het ontsnappen, waardoor ook de O-ringetjes en de rubbertjes weer bevriezen en je dus ook weer meer snelle slijtage krijgt aan de bux. En dat is uiteraard zonde. Doe die er weer in. Nou, verder heeft op zijn korrel heeft hij een stukje groen glasfiber zitten, dus je hebt mooie kleuren onderscheid met je doel. En de cape die is in hoogte verstelbaar. Je kan hem niet in breedte verstellen, maar goed, een afwijking naar links of rechts zul je met deze bux niet hebben. Er zit ook een 11 mm dovetail railtje op, dus je zou er prima een red dot of een kijkertje of iets op kunnen zetten. Nou, het is gewoon een ontzettend hartstikke leuk buxje,
om ja, wat mee te plinken eigenlijk. Hè. Dus je kan heel snel je doeltjes omschieten. En het is echt een van de weinige semi-automaten.